Tof dat je kijkt naar dit kanaal. Ik wil het hebben over Israël en het koningschap, want er zijn nogal wat misverstanden over in de kerken. In de Bijbel ontdekken we verschillende positieve en negatieve uitspraken over het koningschap. En dus heel graag wil ik dat gegeven een keer nader met jou verkennen. Wat staat er nu precies op het spel als het volk God om een koning vraagt in het boek Samuel? En in hoeverre is die inzetting van dat koningschap een keuze van God? Omdat dat vraagstuk nauw verbonden is met het Bijbelboek 1 en 2 Samuel, gaan we gewoon beginnen met, met dat boek. We gaan gewoon beginnen met de lofzang van Hanna aan het begin van dat boek, want daar start het. En dan gaan we vervolgens bij ons thematisch de lijnen uitzetten over het koningschap vanuit Genesis. Dat gaan we verkennen, daar gaan we samen mee aan de slag. Let's start. De lofzang van Hanna in hoofdstuk 2 van het boek Samuel. Hannah, dat is de mama van Samuel, haar lofzang, wauw, een van de mooiste liederen in de Bijbel. Vlak na het begin van 1 Samuel 1 staat dat al vermeld. En ik moet toegeven, in de Bijbeluitleg is het heel vaak opgevat als een heel belangrijke sleutel. Een heel belangrijke sleutel voor de uitleg van 1 en 2 Samuel. Voor het verhaal van Samuel, David, Saul. En dat lied heeft dan ook een hele diepe doorwerking. Zo zijn er heel veel overeenkomsten, grote overeenkomsten, tussen de lofzang van Hanna, in dus het Oude Testament, 1 Samuel, en de lofzang van Maria, de moeder van Jezus, in het Nieuwe Testament, in Lucas 1. Nu, het hoogtepunt van die lofzang van Hanna, die bevindt zich in het laatste vers. In dat laatste vers, daar spreekt Hannah, geïnspireerd door de Heilige Geest, over het Koningschap. Jaweh spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Nu, om dat verlangen naar het Koningschap beter te begrijpen, moet ik even een sprong terugmaken in de tijd. Ik ga met jou vanaf 1 Samuel 2 naar Genesis 1. Naar wat God over dit koningschap al openbaart. Hanna draagt namelijk die openbaring met zich mee in haar hart. Het zou me namelijk verbazen als dat niet zo was. Waar haalt ze dit idee anders vandaan? Hanna, hey, dat is een Levitische vrouw, ik weet niet of je even dat weet. Die komt uit de stam Levi, net als Samuel en een man. En die zijn bekend met Gods openbaring. En daarnaast had ze jarenlang, superlang, de moeilijke omstandigheden van onvruchtbaarheid en vernedering moeten doorstaan. En dan wordt ze niet bitter, hoor. Nee, als een Godvrezende houdt ze haar ogen op Gods verlossing gericht. Nu die achtergrond wordt eigenlijk te weinig erkend voor mensen die dat lied van Hanna maar nevenzaak vinden het is geen boerenmeisje hè, die hier zit te zingen. Ze is een dochter. Uit de stam van Levi. Uit de stam van de priesters. En dat verklaart de openbaringen die ze in haar lofslied naar voren brengt. Dus doe daar niet te kort aan. Nu, vanaf het begin in Genesis 1, helemaal het begin van je Bijbel, openbaart God zich als koning. Hij is de koning van deze schepping. En God die kiest in het scheppingsverhaal of in de scheppingsverhalen, mensen om zijn beeld op aarde te vertegenwoordigen. Dus elke mens reflecteert dat koningschap van God door te heersen over de schepping. Kijk, hier staat het: Hij zegende hen. En hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee over de vogels van de hemel en over alle dieren die op, aarde, op de aarde rondkruipen. Nu, dat heersen wat hier door God wordt genoemd, dat moet op een positieve manier gebeuren. God is het voorbeeld. Zoals God zelf regeert, zo moeten mensen dat nadoen. De vertaling beheren vind ik daarom eigenlijk wat gepaster dan het nogal militaristisch klinkende heersen. Maar goed, vanaf het begin roept God dus de mens op... Om zijn heerlijkheid op aarde te laten zien. Dat moet zichtbaar worden. En dan in de volgende hoofdstukken hoor je eigenlijk niks over dat koningschap. De eerste hoofdstukken van Genesis die spreken daar niet over. De allereerste uitspraak, die over de noodzakelijkheid van een overheidsvorm spreekt, die dat tenminste met zich meebrengt, die vinden we pas in Genesis 9. Dat is na de grote watervloed. En daar vermeldt God in zijn verbond. Dat hij degene die onschuldig bloed zal vergieten, zal straffen. In vers 5. En dat de mens hierin een medeverantwoordelijkheid naar anderen heeft, blijkt uit het daaropvolgende vers. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten. Want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Ik weet niet of je het weet, maar nergens anders in de Bijbel wordt de doodstraf voor de moordenaar zo expliciet genoemd en gemotiveerd als in deze tekst. Alle schepselen, wie dan ook, die dragen de verantwoordelijkheid om niet in gewelddaad te ontaarden. En om volledig aan dit gebod tegemoet te komen, moet er een rechtsinstantie op aarde zijn die het vonnis op een rechtvaardige manier. Over het onschuldig bloedvergieten kan uitvoeren. Nu, de basis van dit vonnis. Vorm, vorm die vormt het getuigenis van Genesis 1, vers 26. De mens is gemaakt naar het beeld van God. Sommigen. die, die vonden zulke. menselijke rechtbank moeilijk. Mensen kunnen fouten maken. Zo'n rechtbank kan domme dingen doen. En ze kozen dat daarom voor om de Hebreeuwse uitdrukking hier, be-Adam, niet met door een mens, maar met voor een mens te vertalen. Het zou dan om God gaan. God zelf die de moordenaar berecht, zoals dat ook het geval is in Genesis 9, vers 5. Het Hebreeuws laat die uitleg echter moeilijk toe. En vandaar moeten we Genesis 9, vers 5 tot 6. Opvatten als complementair aan elkaar. God en de mens, beide, zijn verantwoordelijk om het kwaad een halt toe te roepen. En de stap naar het nadenken over een goed werkende staatsvorm is daarmee meteen gezet. Nu, de allereerste belofte, de allereerste belofte van een koning in de Bijbel, die komen we tegen in de ontmoetingen tussen God en Abraham. En daar zegt God tegen de aartsvader, Abraham, onder je nazaten zullen koningen zijn. De belofte van dit koningschap staat in relatie met de overbekende belofte in Genesis 12. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Dat grote volk, dat grote volk dat de aartsvader zal ontvangen, zal een staatsvorm nodig hebben. En voor de leiding in die staatsvorm kiest God op dat moment voor het koningschap. En later herhaalt God zelfs die belofte. Hij herhaalt die bij de aartsvader Jacob, dat is de kleinzoon van Abraham. Er zullen koningen uit je voortkomen, zegt hij in Genesis 35, vers 11. En toch, toch verneem je nergens in Genesis dat er koningen opstaan onder de nakomelingen van Abraham. De belofte van het koningschap komt, komt zelfs onder druk te staan. Want in het boek Genesis is er wel sprake van de koningen in Edom. Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben, nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde. En daarop volgt een waslijst aan Edomitische koningen. De schrijver van Genesis benadrukt dat deze koningen allemaal aan de macht kwamen voordat er een koning over de Israëlieten regeerde. En doordat Genesis traditioneel vaak in de tijd van Mozes is gedateerd, leeft dus het verlangen naar een koning. Al heel vroeg leeft dat onder het volk. God lijkt zijn belofte aan de aardsvaderen niet te vervullen, terwijl de volken rondom hen wel al koningen hebben. Nu moet ik nog even meenemen naar het boek Genesis naar het sterfbed. Het Sterfbed van Jacob. Op zijn sterfbed. Uit Jacob nam ik de hoop dat de, op de komst van de koning die God voor zijn volk in gedachten heeft. Kijk maar, in Judas handen zal de scepter blijven tussen zijn voeten de Heerserstaf, totdat Hij komt, die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Nu, deze hij die staat in relatie met de belofte van het koningschap. Deze uitspraak op het sterfbed, die verduidelijkt dan dat uit de stam Juda het door God beloofde koningschap zal voortkomen. De uitdrukking die er recht op heeft, wordt in andere vertalingen weergegeven met selo. Nu dat Hebreeuwse grondwoord selo is tamelijk onduidelijk. En die er recht op heeft is daarvan afgeleid van selo, dat van hem betekent. Andere vertalen het trouwens, met: die hem leiden mag. De Willybrood doet dat. Of de volken brengen hem geschenken. Heel vrij, dat is de Groot Nieuwsbijbel. Volgens de joods-christelijke uitleg gaat het bij die Hij, waar daar op het sterfbed sprake van is, om de Messias die uit Juda komt. En Dat is ook de verklaring die de Targum op Genesis biedt. Al heel vroeg leeft dat getuigenis. Trouwens, een weetje daarbij is dat zowel de term. Silo komt, als Messias, dezelfde getalswaarde in het Hebreeuws hebben, 358. En soms dachten uitleggers dan ook aan de plaats Silo, waar de tabernakel als eerste in het land verbleef. Dat was dan geen toeval, nee. Die plaats, die was belangrijk, maar die lag niet in Juda. Die lag in het gebied van Efraïm, volgens Jozua 16. Over het tijdstip waarop de hei uit de stam van Juda het koningschap ontvangt, Wordt niks gezegd op het sterfbed van Jacob. Zelfs op dat sterfbed drukt Jacob echter wel in geloof de belofte van God uit. Ondanks dat zijn broer Ezou, dat is Edom, al verschillende koningen heeft voortgebracht, beseft Jacob, de aartsvader, dat God een God van trouw is. God gaat doen wat hij beloofd heeft: hij heeft een koning beloofd. Hij zal de koning naar wie de aartsvaders uitzien aan hen schenken. De koning hun zelfs. En vervolgens is het dan een hele lange tijd stil met betrekking tot het door God beloofde koningschap. Tijdens de gevangenschap van Israël in Egypte is er weinig sprake van het koningschap. Er is alleen sprake van een ster komt op uit Jacob. Dat is een woord van de profeet Biliam. En dat duidt op een toekomstige koning, nummer 24. Pas nadat het volk in het gebied van Moab is gearriveerd... En ook op het punt staat om het beloofde land in bezit te nemen, zegt Mozes dat een koningschap geoorloofd is. Wanneer u in het land gekomen bent dat Jawij, uw God, u zal geven, en u het in bezit hebt genomen en daar woont, zegt u misschien: laten we een koning aanstellen. Net zoals de volken om ons heen. Dat is geoorloofd. U mag uit uw mede iemand die door wij, uw God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Mozes, beter gezegd God, geeft via Mozes het volk instructies om zijn bepalingen hierin te volgen. God weet namelijk wie goed is om als koning voor zijn volk te dienen. En Deuteronomium 17 somt dan ook enkele basiseisen op. Het gaat namelijk om een koning die zijn hart op God richt. En zijn koningschap niet door de afgoden. die de andere volken inspireren. laat bepalen. Waar het volk Gods raad in de wind slaat. dreigt het opnieuw in gevangenschap te gaan. Let op: ook een koning. beschermt het volk daar niet tegen. tegen die gevangenschap. We moeten ze goed onthouden. De tijd gaat vervolgens verder. En Mozes' instructies over het koningschap. Die worden door Abimelech, in de tijd van de rechters, volledig in de wind geslagen. Abimelech maakt zichzelf tot koning over Sichem, geen rechters negen. Hij is de eerste koning trouwens die Israël al kent. Het is maar een heel klein gebied waar hij natuurlijk over regeert, dat gebied van Sichem. Maar voor de schrijver van het Bijbelboek Rechters is dit verhaal van belang. Het laat namelijk zien hoe het koningschap er zeker niet moet uitzien. De aandacht voor dit negatieve voorbeeld komt tot uiting in het feit dat rechters hoofdstuk 9 ook het langste gedeelte in het hele Bijbelboek rechters is. En dat hele lange gedeelte gaat dus niet over een rechter. Nee, Abimelech, het is trouwens de zoon van Gideon, hè, kennen we uit de zondagsklas. Abimelech die zal zich als een wolf ontpoppen. En voor God is die man niet meer dan een doornstruik, waarmee het volk de haard aansteekt. Abimelech die denkt er natuurlijk anders over. Hij pretendeert als door een struik een schaduwplaats te zijn voor de hoge ceders. Zijn koningschap blijft gelukkig plaatselijk gesitueerd bij zich. Het heeft ook heel weinig invloed op de rest van het land en verdwijnt dan ook heel snel. Nu, dat beeld van het koningschap vanuit Genesis wordt niet door dit negatieve voorbeeld van Abimelech om zeep gehaald, het overheerst niet. Het is schrijven van rechters. Die beseft namelijk dat de belofte van God zelf, van het koningschap aan de aardsvaderen, nog steeds geldt. Dat laat hij ook zien in zijn terugblik op de hoop van het volk. Daar getuigt hij van de komst van een koning. Als een refrein klinkt het vier keer in het slot van rechters. In die tijd was er geen koning in Israël. Conclusie: iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Vind je vier keer hier rechters. En zonder de vervulling van dit koningschap kan alleen maar eigenwilligheid en chaos het land beheersen. Hannah, nu zijn we bij haar weer gekomen, de godvruchtige Hannah, de priesterdochter, die kort daarna leeft, die herkent die oude belofte en dat inspireert haar om in een lofzang de verwachting uit te spreken over die komende koning. Een koning door God gekozen is van groot belang, het vervult de belofte aan de aadsvaders. Wil het volk niet verder in het verval komen, dan moet ze dan vragen. De koning is volgens haar de gezalfde, de Messias, die gericht op God het volk zal besturen. Hij is Gods middel om het doel met zijn schepping te bereiken. Nou, dat verlangen zal ook enkel door de Messias worden vervuld. Heel wat koningen worden gezalfd, maar het is alleen maar de koning met een hoofdletting, de koning der koningen, de koning die boven alle koningen staat en zich een nakomeling van Abraham weet, die dit zal Waarmaken. Het volk heeft dovemansoren voor heel die beloftes in Genesis. In 1 Samuel en 2 Samuel blijkt dat het volk die beloftes van God helemaal niet heeft bewaard. Het looflied dat Hanna uitspreekt, stoot dus op dovemansoren. Het volk dat laat zich in zijn verlangen naar het koningschap niet door de belofte van God en de aardvaders inspireren. Of door de uitspraken van Mozes, die door God zelf zijn geïnspireerd. Of, of, of zelfs naar Biliam luisteren ze niet. Nee, de aanleiding tot de beslissing voor een koning in het boek Samuel zijn de gebruiken van de nabije volken. Het verlangen voor een koning komt namelijk op als het volk de strijd aangaat tegen de Ammonieten. Dat is een ander volk. En tijdens die strijd stoot het volk op koning Nachas. Maar toen u zag dat koning Nachas van Ammon u aanviel, zei u tegen mij: Nee, we willen een koning. En dat terwijl Yahweh, uw God, uw koning is. Meteen, meteen is het volk erover eens dat er een koning als Nachas nodig is. Zo'n man met zo'n beroemdheid. Die Nachas die zal hem namelijk in de oorlog aanvoeren. En dan zouden ze de Ammonieten kunnen overwinnen. Dat dachten ze tenminste. Met zo'n sterke koning winnen we. Ze gaven dat in elk geval meteen aan Samuel, de profeet door. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt in de oorlog en ons voorgaat in de strijd. Dus deze koning, een kopie van Nachas, niet die koning die beloofd is, daar denken ze die gaat alles voor hen doen. Die gaat dan in de oorlog voeren. Maar dat die oorlog in relatie staat met de opdracht van God in het Oude Testament, Genesis, om het beloofde land in bezit te nemen, dat vermeldt het volk niet. Israël houdt geen rekening met de unieke positie die dat als volk tegenover de andere volken heeft. Het zijn plotseling niet meer God's oorlogen, maar hun oorlogen. En dus door het koningschap te verbinden met de strijd, gaan ze radicaal één tegen Gods instructies over die strijd. Juist in de strijd mag er geen koning vooraan staan, zegt de Torah. Als er iemand vooraan staat, dan is dat God zelf. Ja, wij uw God gaat met u mee. Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand. Hij schenkt u de overwinning. Kijk, Deuteronomium 20 vers 4. Duidelijker kan God het niet meer via Mozes laten weten, hè? God Strijd voorop. In de strijd gaat God mee. In de strijd geeft God de overwinning, niet de koning. God doet dat namelijk door de engel die hij voor het volk gaat uitzenden. En waar het volk nauwgezet naar moet luisteren. Nog een citaat uit de Torah. Mijn engel zou voor jullie uitgaan naar het gebied van de Amorieten, en de Heetieten en de Perizieten, en de Canaanieten, en de Geewieten en de Jebuzieten. En ik zal die volken uitroeien. Neem hun gebruiken niet over niet neer voor hun goden en vereer ze niet. Haal hun godenbeelden omver en verbrijzel hun gewijde stenen. Israël kiest ervoor om zich in de manier van oorlogsvoeren te laten leiden door de volken, niet door God. Tegen het raads, hangt de raad van God aan de kapstok op. Ze verwerpen. Dat God met de strijd met hem meegaat. Het vergeet dat God een koning in gedachten had. Maar dat was een volledig ander koningschap dan hun koningschap. Dan van de ammonieten. God gaf het volk echter zijn zin. Geeft dus gehoor aan hun verzoek. Luidt in 1 Samuel 8. Je ziet dus dat er een spanning aanwezig is. Hè? Tussen gods koning en de manier hoe het volk ermee omgaat. De afgoden die de volken inspireren, bepalen dus uiteindelijk het koningschap waartoe Saul, de eerste koning, wordt uitgekozen. En door die keuze, door die keuze legt het Bijbelboek 1, 2 Samuel, een spanning bloot. Als je vertrouwd bent met de voorafgaande Bijbelboeken, bijvoorbeeld rechters, dan besef je namelijk dat het koningschap twee kanten kan uitgaan. Het kan een negatief koningschap zijn dat zich van God afkeert in de voetsporen van Abimelech. Of, en dat is waar Hanna op wijst, het kan een positief koningschap zijn dat beseft dat elke staatsvorm die niet op God gericht is, ten dode is opgeschreven. Het volk, de grote meute in Samuel, kiest voor het eerste: het negatieve koningschap. Het kiest een koning die God en zijn engel als aanvoerder van het leger vervangt. Dat leidt tot een doodspoor. Tegenover die negatieve houding van het volk staat de hoop. Staat de hoop van de rechtvaardigen in dat volk. En dat is de hoop op dat positieve koningschap. Dat positieve koningschap dat God aan de aardsvaderen al beloofde. He, waar Jacob. Op zijn sterfbed. En ook de schrijven van rechters naar uitzien. Waar Hanna naar uitziet. Waar Mozes, waar Biljam over, over profiteert. Het is dat koningschap. Dat koningschap waar het boek Samuel in dat loflied van Hanna naar uitziet. Het koningschap dat van God afkomstig is en, en in lijn staat met de belofte van de Messias. Alleen enkel bij de vervulling van dit koningschap wordt optimaal zichtbaar wat God bedoelde toen hij de mens uitnodigde om zijn schepping te beheren.